Yo, we zijn hier onder Kweren. Ik ga het vandoor gaan over een kamionet. Kijk, die kamionet die hier achter mij staat, zijn door een week of twee, drie geleden in ingebroken. Ze zijn heel die nenboed uitgehaald van achteren, zijn het al mee. Dus die jongen stond naar zijn heb en hij was het al kwijt. Hij was zelfs voor zijn bijberoep hebben gegeven, hij wilde er zo'n tegenslag. Wel, wat gaan we ermee doen of wat hebben we ermee doen? We hebben die kamionet natuurlijk uitgerust met een DRS, een DR650S van Blackview. Maar we hebben een infraroodcamera geïnstalleerd. Waarom een infraroodcamera? Dus hier van voren dat lampje, dat is die pink, dat is de gewone DRS high definition camera. Maar van binnen in zijn interieur, vanachter, hebben we dan een infraroodcamera gestoken. Dus het zit er geen ruiten in vanachter in die kamionet, het is er heel donker. Maar met die DRS, een DR bedoel ik, die infraroodcamera, dus kun je in donker perfect zien. Voor een keer gedacht heen, kijk, voilà, het is hier heel donker. En de camera, voilà, is daar van boven gemonteerd. Ik weet niet of je een beetje kan zien. Je ziet er nog een veiligheidslampje branden. Je kunt dat ook programmeren en afleggen dat die onzichtbaar is. En die twee kleine rode lampjes, die je ziet, dat is eigenlijk een infrarood dat die uitzendt. Zodat je op camerabeeld wel goed kan zien. Ik kan het nu niet doen natuurlijk, want in een app staat mijn telefoon. Wordt dat mee aan het filmen ben, hè. Maar ik ga wel de foto erbij hangen, dat je kan zien dat ik aan het inbreken ben aan die kameretten, hey, dat je ziet hoe goed dat je kan zien. Wat heb je nou gemonteerd? Dat zwart ding dat je ziet, dat is een extra veiligheidsslot, zodat ze die deuren nog moeilijk open krijgen. Dat is een crafter, die deuren van de crafter scharnier, het slotscharnier zit hier ongeveer. Hey. Je hoopt nog een keer vast van onder, dus dat wil zeggen dat je langs boven vrij gemakkelijk kan opentrekken. We hebben dat slot hier gemonteerd, zodat je hier scharnier door de henten, dat je dat onmogelijk nog open krijgt. Allee, tenzij dat je met een slijpschijf de deur open zat, maar ja, toch wel alles. He. Wat hebben we nog gedaan? Die in een Blackview 650S hebben uitgevoerd met nog een extra beveiliging dan een antidiefstal of een tamper case. Tamper, in het Engels van ermee brieven. En wel, kijk, dat is hier, dat bakje dat hier op zit, dat is afgesloten. En nu kun je niet meer aan die voedingskabels. Dus kan niemand die voedingskabels door gaan uittrekken. Dus als er een zeer wil die voedingskabels uittrekken, dat gaat niet gaan. Voilà, dus die kamionet is goed beveiligd nu. Twee camera's, waarvan één infrarood in de cabine van binnen. Eén van buiten. Dus wat moet je gewoon doen? Als je kamionet voor je stuit, normaal heb je wifi thuis. Stuit die in een wifi netwerk, kun je gewoon met een gsm inloggen op je camera's. Je gaat gewoon doet de Blackview app open, je klikt op en je ziet in je cabine van de eerste keer en je ziet ook door de ruiten. Stel dat je ligt te slapen en je camera detecteert iets, dus zet ook bewegingsmelders in en een bewegingsmelder en een trillingsmelder. Dus als er een deur opentrekt of eraan wiebelt, ga je sowieso via je app je telefoon een melding krijgen van Blackview. Je gaat een signaal krijgen om te zeggen dat er iets gedetecteerd is in je auto. Sowieso filmt hij toch 24x24, want hier zit er ook onder de 20 gig kaart in. Maar je weet het als het gebeurt. Dus je kunt direct je gsm pakken en in je kamionetten gaan kijken, oftewel buiten je kamionetten. Stel dat een diefstal hebt plaatsgevonden, die filmt naar buiten. Dus hoogstwaarschijnlijk, als je hem achterwaarts op je netplit zet, ga je ze zien afkomen. Komen ze van langs de achteren en ze trekken de zijdeur of de achterdeur open, staan ze er ook op. Dus je hebt vrij veel kansen dat je de filmpjes kunt op Facebook of YouTube smijden en dat we, die gasten, dat krapul kunnen traceren. Je beelden gaan dus automatisch naar de cloud upload worden, plus dan is nog een krepje kort te staan, plus dat er nog een keer GPS tracering in die camera zit en dat nog een keer met IR, dus infrarood systeem is vanachter. Ik weet dat ik het goed uitgeleid heb. Voilà, dat was het.